Dames en heren, like even allemaal deze video 3 seconden tijd. Anders zit catnap straks onder je bed. En dan weet je niet, dus 3, 2, 1 heb je geliked. En hey, de ringdoorbel gaat. Oké, wie staat nu weer voor de deur? Wacht, catnap? Oké, ik kan gelijk eens even kijken wat er aan de hand is. Want dit klopt niet helemaal. Oké, waar kan ik naar binnen toe? Oh, die ramen staan helemaal open. Oké, gelukkig. Oh, maar wat de hel? Wat moet catnap ineens voor de deur doen? Ik weet wie dat is en ik ben hier om achterover gevallen. Maar hey, lieverd, heb je toevallig iets gehoord over catnap? Catnap, wie is dat dan weer? Oh, laat me raden. Zeker iemand van een gamecomputerspelletje of zo? Catnap is een Poppy Playtime Chapter 3, toch? Dat dacht ik al. Hoe kom je erbij dat catnap ineens voor de deur staat? Dat is niet eens mogelijk. Toch is het zo, lieverd. Maar oké, als jij zegt dat niet mogelijk is, dat kan. Het zal in ieder geval diegene van die dieren wat te eten, ja? Oké, whatever. Ik ga ze even wat te eten geven. Maar de Lana over catnap gesproken, waar is hij dan? Ik geloof dat toch niet in? Zelfs zijn zoontje is nieuws achtergevallen, dus hoe kom je daarbij? Alsjeblieft, zeg! Ja, hij stond letterlijk voor de deur. Maar goed, ik ga even met de beesten even eten geven, ja? Mijn woefertje en mijn lieve katten. Kijk eens, alsjeblieft, jullie hebben wat te eten gekregen. Laat even de auto gaan pakken en ik denk dat het hoogste tijd is om even lekker te gaan. Maar whatever dan ook, ik denk dat we gewoon even lekker naar buiten gaan. En oh my god, wacht, mijn auto is er nog niet. Maar 3, 2, 1. En nu is mijn auto er wel. Ik denk dat het hoogste tijd is om er lekker naartoe te gaan rijden. Maar ik weet niet waar ik precies naartoe moet. Heb ik misschien een bericht of zo gehad? Ik weet het oprecht niet. Laat ik even op Instagram kijken. En hey, catnap heeft gestuurd. Hallo Delano. Alles goed met je? Ik belde net aan, maar je deed niet open. In ieder geval, ik heb een opdracht voor je. Kom naar het winkelcentrum toe, ja? Deal? Tot daar. Ik denk dat het in ieder geval duidelijk is. Laten we even in ieder geval lekker naar het winkelcentrum gaan. Wij zijn dus bijna aangekomen bij het winkelcentrum. Precies de plek waar we moeten zijn. En ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker naar binnen te gaan. Want ja, we moeten daar nog eventjes naartoe blijven. Maar ik weet niet precies waarom. Ik vind het een beetje een raar verhaal. Maar goed, weet je, ik denk dat we er geen druk over moeten maken. En gewoon lekker naar binnen moeten gaan. Want ja, waar moet ik hier eigenlijk te zoeken hebben dan? Oh my god. Oké, dus dit is het winkelcentrum. Kijk hoe leuk dit eruit ziet. En Huggy Wuggy. Hoeveel Huggy Wuggy mascottes zijn hier? Eentje. Oké, hartstikke leuk. En daar is er nog eentje. Maar in de sportschool zijn er geen Huggy Wuggies. Ik klim er gewoon lekker over en joh, maar geen reet uit. Oké, we gaan even benchpressen. Oh, oké, dat is niet precies hoe het werkt. Het is geen boksbal. Maar wat moet ik hier eigenlijk dan precies zoeken? Ik weet niet wat hier bedoeld wordt, maar ik ben een beetje in de war. Ik zweer het je. Maar ik zie dus overal Huggy Wuggy staan. Ik zie dus namelijk een of andere cheat shot coffee cards. Wat is dat nou weer? Oké, lekker. Nog een Huggy Wuggy. Maar wat doen al die Huggy Wuggies hier? Maar waar moet ik ook eigenlijk zijn? Dat vind ik ook al een beetje een vraag. Ik zie dus wel een multimedia winkel. Ik denk dat we daar eens even moeten kijken wat je daar precies kan kopen. En kan ik een Huggy Wuggy neerslaan? Oké, ik zweer het je. Ik wil even één Huggy Wuggy neerhitten. Ik zweer het je. Ik pop hem hier zo. Bam. Oké, bam. En wacht, wat had hij nou vast? Een pistool? Is dat een echt wapen? Oh my god, hoe komt hij überhaupt aan een pistool? Misschien moet ik even kijken of ik het in mijn DM heb gehad. Want ik weet echt niet wat ik hier moet doen. Laat ik even mijn DM even openen. En oké, dan gaan we eens even kijken naar catnap. Kijk in de keuken. Daar al gekeken. Kom daarna naar het podium toe in verder de stad. Oké, tot daar. Ik denk dat wel heel duidelijk is wat ik moet doen. Ik ga de keuken kijken. Maar ik vraag me eigenlijk af, wat is er speciaal in de keuken dan? Ja, ik zie dus overal Huggy Wuggy staan, maar dat zal het wel niet zijn. Is een papa? Nee, papa! Wat is met papa gebeurd? Oh nee, mijn vader! Hoe kan dat nou weer? Wat is dat nou weer iets stoms? Dit is echt niet leuk, man. Oh my god. Oh, en wat? Ik word letterlijk beschoten. Hoe kan dat nou weer? Hè? Ben je heel serieus? Oh my god, nee. Stoppen jullie allemaal. Oh nee, Huggy Wuggy, ze hebben allemaal fight met elkaar. Bam. Oké, maar ze schieten elkaar ook allemaal af. Wat heeft dit te betekenen? Wat? Oh nee. Oké, ik moet even iedereen knallen. Ik zweer het je. Oké, is er nog iemand tot leven? Ja, oké, daar is er eentje. Zo, hoppa. Oh, heb ik hem? Oké, ik hoop dat ik hem heb, man. Eens even kijken. Hij ligt daar wel, maar even kijken. Hier hebben we er nog eentje. Bam. Zo doen we dat, hè? Even lekker eruit te schieten. Wat vind je daarvan? Oké, die Huggy Wuggy is mooi neer. Maar ik word dus overal geraakt. En daar is nog een Huggy Wuggy ook achter de kassa, natuurlijk. Ik wist niet dat Huggy Wuggy's ook werken. Nou, blijkbaar wel. Oh nee. Ik word dus goed afgeknald hier zo. Huggy Wuggy gaat liggen, ja. Hoeveel levens heeft hij wel niet? Zo, oké, even gelijk reloaden. Maar overal zijn ze dus, hè? Is er nog eentje die dat leven? Ja, daar zo. Top. En die heeft de tv ook kapot gemaakt? Oké, we gaan er gelijk op af. Ik hoop dat ik hem heb. Zo, en hebben iedereen te pakken? Ik hoop dat ik iedereen te pakken heb, man. Maar goed, we moeten dus naar de theater toe. Is dat nou precies waar ik naartoe moest komen? Omdat ik aangevallen zou worden door een paar poppen. Wat stom dit. Echt heel stom. Ik ben er klaar mee. Ik ga weg. Alleen de echte vraag is, wat moet ik bij de theater gaan doen? Ik weet oprecht niet wat ik daar te zoeken heb, maar we gaan gewoon kijken. Oké, tot daar mensen. En we zijn dus bijna aangekomen op het podium, want we moeten dus daar naartoe. En ik weet precies niet waarom, maar we gaan gewoon even kijken, want misschien is er iets wat ik moet vinden of zo, iets wat ik moet achterkomen. Ik weet het oprecht niet, maar we komen op één manier achter en dat is gewoon op het podium zelf op te gaan. We zetten de auto neer en wie zou er bij het podium moeten zijn dan? Want waarom moet ik er eigenlijk naartoe zelfs? Ik weet het oprecht niet gewoon. Wacht, Mr. Beast aan het dansen? Oh my god, is dat Mr. Beast? Oh my god, ik ben zijn grootste fan. Mag ik alsjeblieft het podium op? Hup, eraf jullie. Oh, nou sorry hoor. Oké, we gaan wel af. Oké, we gaan dus even een plekje zoeken en even plaatsnemen. Ik denk dat dat een goed idee is. En ik denk dat ik even front row ga pakken. Maar hoezo moet ik hier eigenlijk helemaal naartoe, joh? Oh my god. En het ziet er heel mooi uit. Oké, er is redelijk wat publiek. Dus eigenlijk niet. Er is helemaal geen publiek. Oké, dat snap ik niet helemaal. Maar het zal wel goed komen, denk ik. Wij zitten in ieder geval gewoon lekker te chillen. En ik. Hey, wat gebeurt er? Oh my god. Ben je heel serieus? Nee. Hij wordt gewoon letterlijk gesniped. Wat? Oké, ik moet erop af. Nee, Killy Willy. Oh nee. Ik moet erop af. Ik zweer het je. En ik zit dus
helemaal klein en ik heb geen kogels meer. Oh nee, Killy Willy, stop. Dit gaan we niet doen, hè? Oh nee, ik moet hem proberen te pakken. Hij is gefocust op Mr. Beast. Au, oh nee. Oké, dit doet wel een beetje pijn. Jij gaat er even aan. Nee, zo. Dit is wat we met jou gaan doen. Hoppakee. Ik ben volgens mij flink geraakt. Maar ik heb in ieder geval een sniper te pakken. Ah, het doet wel een beetje pijn, deze kogel, man. Maar ik hoop dat alles oké is met Mr. Beast. Ik zweer het je. Oh, ik ga op mijn telefoon kijken. Want ik denk dat ik dat even moet doen, vooral. Oké, en wat wordt er tegen mij nu weer gezegd? Catnap zegt tegen mij: haha, loser. Die zag je niet aankomen, hè? Kom maar eens naar de pier toe. Ik wil je graag ontmoeten. Wat wil je dan van me, hè? Ik ben je echt spuugzat. Oh my god, ik zweer het je. Ik ga dat tegen hem zeggen. Ik heb gewoon echt lak aan. Wat hij erover denkt, ik zweer het je. Interesseert me niet. Maar Mr. Beast, nee. Ik vind het verschrikkelijk wat hier allemaal gebeurd is. Er gebeuren vreselijke dingen in de stad. En het is echt narigheid. Hoe kan het ook zo ver komen? Ik heb er gewoon totaal geen begrip voor. Maar laten we even lekker auto rijden en wegwezen hier. Want ik heb hier niks meer te zoeken. Ik heb ook even een kijkersvraag aan jullie. Willen jullie meer of minder Roblox op Delhi zien? Want ik doe Delhi tegenwoordig Roblox Broekhaven. Aan het einde van de video zal ik een eindschijn zetten weer naar de nieuwe video. Als jullie meer Broekhaven willen, moet jij abonneren ook op Delhi. Want Delhi heeft tegenwoordig alleen maar short abonnees die totaal niet geïnteresseerd zijn. Short zijn de rotzooi van YouTube, laat ik het zo zeggen. Eerst was het trending en nu is het short tab geworden. En ik ben er niet blij mee. Zoals ik al zeg, shorts is de troep van YouTube. Maar daarom dat ik jullie een democratisch besluit wil nemen. Willen jullie meer of minder Roblox? Laat even achter in de comments vooral. Want ik weet niet hoe jullie Roblox vinden. Ene vindt het leuk. Ik hoor het van vaker van mensen het leuk vinden. Maar er zijn ook mensen die het niet leuk vinden. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen mening. En daarachter komen het je achterlaten. Maar weet je, ik ga gewoon even lekker naar de pier toe. En ik zie jullie weer daar. Dames en heren, wij zijn dus bijna op de pier aangekomen. En ik heb een quizvraag voor jou. Wat is de stad, denk je, die hier tegenover ziet staan? Het is een hele mooie stad. Maar hoe heet die stad eigenlijk, denken jullie? Want ja, ik kan de stad in ieder geval zien. En ja, jullie kunnen waarschijnlijk ook wel zien. Maar goed, ik moet ze naar de pier toe komen. Ik weet alleen niet precies waarom. Maar laat nog één keer even een zoom opgeven op de stad. Laat nu in de comments achter welke stad het is. Ik wil er best wel even op inzoomen. Oké, waar lijkt deze stad eigenlijk op? Ik ben benieuwd of je dit wel weet überhaupt. Want deze stad zit natuurlijk niet voor niets. Dat is in ieder geval een feit. En geen mening. Maar wat moet ik eigenlijk doen op de pier? Ik zweer het je. Maar goed, weet je, het zal wel goed komen. Ik zweer het je, man. Oh my freaking god. En wacht, wat gebeurt er nu? En wat gebeurt er nu weer? Oh my god. Nee, ben je heel serieus? Wat? Ze hebben mijn vriendin te pakken. Wie is dat erboven? Is dat Catnap? Oh my god, dat meen je niet. Mijn schatje lief is afgedonderd. Oh nee, het is helemaal niet oké met haar. Ze is echt keihard gevallen. Oh nee, wat heeft het te betekenen? Oh, ik ga snel mijn telefoon kijken, want ik wil weten wat er nou aan de hand is. Oké, Catnap heeft me een foto gestuurd. En dit is dus de video dat hij me aan het spioneren is. Ben je heel serieus? Wat een mafkees is het ook. En hij zegt ook zo, Delhi. Daar zit je dan, hè? En hoe voelt het nu? Dit is je eigen schuld, vriend. Hij gaat echt veel te ver. Ik zweer het je. Mijn vriendin pakken en nee, ik weet even niet wat ik moet doen. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen. Ik ben een beetje confused. Oké, laat ik hier proberen weg te komen, want ik heb hier helemaal niks meer te zoeken, man. Oh, ik weet oprecht niet wat er aan de hand is, want dit gaat echt een foute boel worden zo. En wat heeft dit nou weer te betekenen? Politie? Gaat hij mij insluiten? Oh nee, dit is echt niet best, man. Meekomen naar het bureau. Je werd gearresteerd wegens een moord op je vriendin. Hoezo heb je me nou weer aangehouden? Hoezo zit ik in de gevangenis? Wat heeft dit te betekenen? Haha, Delhi, je bent ook echt een sukkel, hè? Je gaat toch niet je eigen vrouw vermoorden? Ben je helemaal gek geworden? Maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Hoe vaak moet ik het nog zeggen, meneer? Dat zeggen ze bij de koepelgevangenis ook allemaal. Dus stop met ons in praten of je hebt één groot probleem met mij. Oh, wat even dan nou? Tommer ik dat je bent. Hoe lang moet ik hier zitten? Levenslang en ik ga aan de meterkast aan de gang en ik wil je niet meer horen. Levenslang voor iets wat ik niet heb gedaan? Sukkel. Echt waar, man. En natuurlijk staat hij met zijn rotkop. Maar ik heb een flipper zero. Laat ik even de deur open doen. 3, 2, 1. Wat een loser. Ik ga die agent allemaal doodmaken. Ik zweer het je. Deze gaat neer. Bam. Zo. Kijk eens. Hier. Dankjewel voor dit. Dankjewel voor de nightstick. En ik ga de volgende agent even mooi te pakken nemen. Bam. 3, 2, 1. En paf. Hahaha. Sukkel dat je bent. Door naar de volgende agent. Want we gaan natuurlijk door met de moorden te beuren. En kijk eens. Pa. Daar ligt hij ook alweer. Hoor. Nummertje 3 is ook in de pocket. Die gaan me niet levenslang geven. Dat kun je niet maken. En jij gaat ook neer. Bam. Wel trusten, jongen. Nummer 5 gaat ook een dutje doen. 3, 2, 1. En bam, wel trusten. Boom. En de laatste gaat ook even neer. Wel trusten. En dan gaan we door de McDonald's. 3, 2, 1. Wel trusten. Bam. En dit is hoe we met mensen omgaan die mij levenslang willen geven. Never accept this again. Maar we gaan naar de McDonald's toe. Want daar hebben we namelijk wel iets te zoeken. Dus weet je wat, mensen? We gaan even extra veel gas geven. Hoe ver is rijden eigenlijk? Ja, het was toch wel een stukje rijden. Maar in ieder geval, we zijn dus nu lekker in de buurt van de McDonald's gekomen. En als het goed is, is het hier ergens in de buurt. En hey, pas even op jou. Kijk, daar is de Mac. Hoppa. Sorry mensen, ik wil niet even aanrijden. Maar het gebeurt wel bijna. Laat even lekker naar binnen gaan. Want ik wil dus even een heerlijke hamburger nemen. Ik zweer het je, ik heb zo'n honger gekregen van dit allemaal. Zou ik alsjeblieft een hamburger? Oké, is er iemand? Hallo? Is er iemand in de McDonald's? Hallo? Is er iemand? Oh, nu zie ik helemaal niemand zitten. Oké, ook niet op de wc's. Oké, wat stom dit. Oké, misschien in de andere wc dat er iemand zit. En daar zit natuurlijk ook niemand. Oh, helemaal niet leuk dit. En in de keuken? Nee, want als er iemand in de keuken zit, dan heb ik het al lang gezien natuurlijk. Dat betekent maar één ding. Er is namelijk een verborgen kelderkast. En we gaan dus even via de kelder naar binnen toe. Maar goed, and good, all good. We gaan even naar beneden toe en eens even kijken wat ik nou precies ga verwachten. Want ik weet niet oprecht wat er aan de hand is. Maar eens even kijken. Oké, en wat doet hij is er? Nee. Wat is er met hem gebeurd? Ik ga op mijn telefoon kijken wat er gebeurd is. Misschien heb ik een stom bericht gehad van iemand. Dus even kijken. Catnap. Haha, ben je gearresteerd, jongen? Ga maar eens kijken bij je oma's huis.
huis, vriend. Wat een stommerik. Weet je, ik ga naar oma's huis toe, want ik wil weten wat aan de hand is. Het is een keer afgelopen met deze domme praktijk, want ik ben er helemaal klaar mee voor dat het straks helemaal fout gaat. Het is al fout gegaan trouwens. Het kwaad is al geschied. Maar ze zeggen vaak, het wordt van kwaad tot erger. En dat is in dit geval zeker zo. Wij gaan even lekker veel gas geven en ik zie er wel weer bij oma's huis. Want eerlijk, wat er is allemaal aan de hand? Ik weet oprecht niet wat er aan de hand is, maar er wordt aangebeld in de ochtend en sindsdien zijn allemaal problemen ontstaan. Tot bij oma's huis. En dan zijn we dan bijna aangekomen bij oma's huis. Nou, misschien maar net goed ook, want ik moet er toch even kijken wat er aan de hand is. Oh, pak maar een beetje op de lano. In ieder geval, dit is dus het huis. En wat is er nou? Is dat een schaapje? Oh, nee, het is een konijntje. Ik dacht al, ik had er geen konijn aanrijden, gek. Maar wat een fantastisch huis is het ook, jongens. En wat is GTA toch wel lekker realistisch. We hebben GTA 6 mods opgezet. Dus ja, dat wil ik even zeggen, mensen. Ik heb een graphics mod inderdaad op GTA 6 of 5 gezet. Dat kun je ook wel zien aan de lucht. En aan alles wat veel helderder is. Oftewel, het is gewoon GTA 6 vibes. Maar we gaan even beneden kijken. Delano, help alsjeblieft! Oh nee, dat meen je niet. Wat? Wat doe je bij oma? Hey, dat kun je niet maken. Hey, dat gaan we niet doen, hè, vriend. Oh my god, nee. We gaan je even neersnijpen. Oh my god. Are you kidding me? Oh, stomme kissie-missie. Ik kan je spullen pakken. Ik meen het. Oh, oma, wat is met jou gebeurd ook? Vreselijk dat het nu net moet gebeuren. Maar laten we snel wegwezen hier zo. En wat heeft dit nou weer te betekenen? Nee, dat gaan we niet doen. Wat? Ben je heel serieus? Wegwezen jij. Er zijn twee mensen binnen. Oh, pas op. Pas op. Oh nee. Bam. Dit gaan we even mooi niet doen. Zo, hè? Wat denk je wel niet? Kogeltjes. En ik moet dan onder iemand aan gaan vallen. Wie zijn nou jullie nu weer? Hè? Wie zijn jullie dan, hè? Stommerikken. Laat ik even je wapen mee gaan nemen. Is er nog iemand? Nee, we hebben iedereen te pakken gehad. Wat een aas. Dus gaan ze gewoon letterlijk naar oma's huis binnen. Misschien hadden ze nooit iets goeds met oma of zo gehad. Misschien hadden ze altijd ruzie met haar gehad. Maar wat stom dit. Maar goed, en goed, al goed. We gaan dus door naar de volgende spot. En ik denk dat we beter lekker naar mijn huis kunnen gaan. Wat een idioot die mij proberen doodschieten. Echt serieus, man. Wat doen ze in dat huis überhaupt? Het is niet eens een huis. Maar mensen, ik zie het daar weer. En dat is namelijk op deze spot. Let's go. Daar is dus het huis hoor. Mijn eigen huis. Want ik wil toch even weten wat aan de hand. Want we zijn wel steeds afgeleid. Maar wat nou als het gewoon te bedenken heeft dat gewoon kijk in de val zijn gelokt. Ik heb het idee dat ze dat eerder zijn. En om dit even op te lossen, moeten we even lekker naar binnen gaan. Ik denk, ja, dat is wel een verstandig idee. Oké, pas een beetje op voor je auto. Ja hoor, natuurlijk, helemaal goed. Besef dat we lekker in het zwembad vandaag begonnen. En kijk waar we nu zijn staan. We staan gewoon letterlijk voor ons eigen huis. In ieder geval als eigen plezier, maar om inderdaad problemen op te lossen. Problemen die je normaal niet hoeven op te lossen, maar vandaag is wel. Nou, whatever dan ook, wij gaan lekker uit de auto en gaan er even gewoon op af. Ik denk dat dat misschien het meest verstandig idee is. En oké, ik weet dat er een geheime schacht is. Oh, niet hier, maar precies hierachter. Oké, dus laten we hier even naartoe gaan. In onze eigen cave. Het is klaar. Catnap, we gaan pakken nu. En we gaan Catnap mooi even snipen. Ik zweer het je. Zo, Delano, had het een beetje leuk gehad hier? Wat denk je wel niet, hè, Catnap? Een beetje mijn familie lopen aanpakken. Weet je wat we met jou gaan doen? Hier, deze kun je nemen. Bam, bam en bam. Zo. Dit is klaar met jou, hè? Hoppakee. We hebben Catnap mooi te pakken, mensen. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer en kijk even de video Delhi. Adios.